Goedemiddag allemaal. Ja, heel mooi dat we over dit thema kunnen hebben, ook vanuit verschillende invalshoeken. En mijn invalshoek is hoe we in de tijd in Rotterdam daarmee begonnen zijn. Met wat we vanuit Rotterdam sociale verloskunde zijn gaan noemen. En die richt zich heel erg op dat de start voor en bij de geboorte, eigenlijk al de start voor de conceptie, voor de bevruchting, zo ongelooflijk belangrijk is voor een kansrijke toekomst, voor alle kinderen, ongeacht waar hun wieg staat. En we weten uit de praktijk dat dat niet zo is. Dat er hele grote verschillen zijn wereldwijd tussen landen, binnen Nederland en ook in de verschillende wijken in Nederland. En een van de opvallende dingen die daar in de tijd, en dat is ondertussen al wel weer een tijdje geleden, uitkwam, is dat de meest ongunstige perinatale uitkomsten, zoals babysterfte, laag geboortegewicht of vroeggeboorte, dat die juist onder de autochtone Rotterdammers, Hagenezen, Amsterdammers en mensen in Utrecht voorkwamen die in achterstandswijken woonden. Daarvoor werd altijd gedacht dat het heel erg te maken had met mensen met een niet-westerse achtergrond. Die hebben inderdaad een verhoogd risico. Maar de mensen die al heel lang wonen en in achterstandswijken wonen, die hebben een nog groter risico. En dat was een onverwachte uitkomst. En bij onverwachte uitkomsten, ja, daar moet je iets mee. Dat roept nieuwe vragen op, roept nieuwe acties op. Ook heel veel nieuwsgierigheid. Waarom? En welke determinanten kunnen daarachter liggen? En ook al heel snel weer duidelijk dat je dat lokaal moet aanpakken, omdat de samenstelling van de bevolking natuurlijk in alle gemeenten anders is. Zelfs al in die vier grote gemeenten die toen zijn onderzocht. Ja, hoe concreet is dat? Nou, wonend in een achterstandswijk heb je 30% tot 40% meer kans op een vroeg geboorte en een laag geboortegewicht. Als we dat nog verder gaan uitsplitsen, zie je natuurlijk verschillen. Maar ja, dit zijn getallen waarmee hoogleraar Erik Stegers in de tijd naar de gemeente Rotterdam is gegaan. En die heeft die getallen uitgewerkt in plattegronden. En het voordeel van plattegronden is dat iedereen het gelijk herkent. Iedereen gaat ook gelijk naar zijn eigen wijk zitten zoeken hoe het daar is. Maar in feite hoef je niet zo heel veel te weten van statistiek of van data. Dit spreekt iedereen aan en daarmee kun je ook met elkaar in gesprek gaan over hoe kan dat nou? Want dat blijft natuurlijk de vraag. Hoe kan dat nou dat het in de ene wijk zoveel hoger is, de sterfte of de vroeggeboorte, dan in de andere wijken. En hoe kunnen we erachter komen en wat kunnen we eraan doen? Wat ook bekend is, en dat is al veel langer bekend, is dat die hele jonge start bij de geboorte en die verschillen in die start, dat die ja, levenslang invloed hebben. Die hebben invloed op het hele latere leven. Het wordt ook gezien bij jonge kinderen, 6-jarige kinderen die te klein waren in de eerste periode, de eerste 3 maanden van de zwangerschap. Die hebben al meer kans op aandoeningen later in het leven, zoals problemen met hart- en vaataandoeningen. Dus dat vroege begin doet er echt toe. En dat kunnen we niet alleen maar oplossen met zorg. We moeten eigenlijk voorkomen dat mensen ziek worden. We moeten voorkomen dat die kinderen al zo jong in het leven ja, verhoogde kans hebben op allerlei ziekten. En we weten ook dat het heel erg samenhangt met allerlei andere achtergronden dan alleen de medische. Dus we moeten op pad van medisch naar holistisch en integraal, waarbij we alle domeinen meenemen. En alle domeinen is sociaal domein, maar ook de leefomgeving. Hoe groen is het? Kun je veilig fietsen? Zijn de scholen dichtbij? Wat voor soort winkels zijn er in de wijk? Kun je alleen maar fastfood kopen of kun je ook gezonde groenten kopen tegen reële prijzen? Dus ja, dan moet je ook experimenteren, wat ik net al zei. Per lokale situatie er anders naar kijken. En op die manier, dat draagt bij aan steeds nieuwe kennis, maar ook steeds nieuwe vragen. In Rotterdam is toen geconcludeerd door gemeente Erasmus MC en de GGD dat het echt tijd was voor actie. En die tijd voor actie is aan de ene kant
anders kijken naar die periode voor de zwangerschap. De preconceptionele gezondheid. Hoe is de gezondheid en het welzijn van de aanstaande ouders? En aan de andere kant sociale verloskunde, waar ik verder op doorga. In de tijd is dat begonnen in Rotterdam, Klaar voor een Kind. En Rotterdam is daar nu nog steeds mee bezig met allerlei programma's, op het moment stevig gestart. In 2011 is dat naar meerdere gemeentes in het land gegaan, Healthy Pregnancy for All 1. Daar hebben we samengewerkt met verloskundigen, huisartsen, gemeenten, JGZ, om in de zwangerschap en voor de geboorte en in de zwangerschap dingen aan te passen. Healthy Pregnancy for All 2 is er ook de kraamzorg bijgekomen, dus we zijn ook steeds meer de preventieve gezondheidszorg uitgegaan. Steeds samenwerkend met gemeenten, want de oplossing van de achterliggende problemen zit niet in de zorg, maar ligt bij de gemeente. Sinds 2018 lopen er verschillende programma's. Wij zouden doorgaan met Healthy Pregnancy for All 3, dat doen we ook. Maar de wethouder Hugo de Jonge, die in Rotterdam actief was, die was verhuisd naar Den Haag. En dat is een van de redenen dat we nu Kansrijk Start in Nederland hebben. Een landelijk programma waaraan ondertussen 275 gemeentes meedoen om alle kinderen, ongeacht hun herkomst, een betere kans te geven bij de geboorte, voor de geboorte, bij de geboorte. En hoe zijn we dat gaan doen? Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk, hoe krijg je alle mensen mee? Show, don't tell. Het plattegrondje, ik liet het eerder al zien, het was echt een ongelooflijk krachtig instrument. Dit is een fictieve gemeente. Maar voor alle gemeentes, voor heel veel gemeentes hebben wij toen kaartjes gemaakt en zijn we daarmee de boer opgegaan. En soms moet je terug en nog een keer terug. Eerst omdat mensen het niet willen geloven of omdat ze het wel willen geloven, maar daarna twijfels hebben. Dus denk niet van, ja, we hebben een hartstikke mooie boodschap. Iedereen neemt dat gelijk over. Nee, natuurlijk niet. Iedereen gaat daar kritisch naar kijken en stelt er vragen over. Maar die kaartjes die hebben enorm bijgedragen aan bewustwording over, ja, hoe groot het probleem ook is. En dat gezondheidsverschillen echt veel vroeger beginnen en zichtbaar zijn dan dat heel veel mensen voorheen dachten. Wat ik net ook al een keer zei, ja, data met elkaar bespreken, haal daar allerlei verschillende mensen bij. Kijk niet alleen voor mensen uit de verloskunde, uit de geboortezorg. Ook niet alleen mensen van de JGZ, maar ook mensen uit de wijk. Die heel vaak weten welke dingen er leven, welke dingen niet goed lopen, wat er geprobeerd is. En op die manier, door met elkaar in gesprek te gaan, met dit soort hele concrete plaatjes, kun je ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid creëren. Iedereen wil hier iets aan doen. We willen dat dit verandert. Ja, ook weer zoiets, hè, gezamenlijke verantwoordelijkheid. En hoe doe je dat? Wat we heel erg gemerkt hebben. En ja, dat is echt een grote verandering sinds 2011, als ik kijk nu. Van die hele essentiële vragen van, kennen gemeenten en zorg elkaar? Weet de gemeente wat ze van de geboortezorg mag verwachten? En weet de geboortezorg wat de gemeente wel en niet kan oplossen? Is de zorg goed op elkaar afgestemd? Een van de dingen in de zwangerschap kan een verloskundige constateren dat er bij mensen thuis heel veel aan de hand is. Maar wordt dat dan goed overgedragen naar de jeugdgezondheidszorg? En datzelfde geldt ook voor de afdelingen binnen de gemeente. En al die versnippering, dat is voor ons al lastig, maar dat is natuurlijk voor aanstaande ouders. Vooral wanneer heel veel tegelijk speelt, is dat echt heel erg lastig. Dus hoe kun je voorkomen dat aanstaande ouders verloren raken in dat web van die zorg- en dienstverleners die elkaar ook niet altijd even goed kennen? De verschillen zijn enorm tussen de wijken, dus je moet ook eigenlijk uitvinden hoe je dat op wijkniveau kunt organiseren. Kennen de professionals in de wijk elkaar? Weten ze elkaar te bereiken? Hebben ze elkaars 06-nummer? En weten die ook in welke netwerken ze zitten? Ik kan vanuit de geboortezorg iets mogelijk niet voor elkaar krijgen, terwijl iemand uit de jeugdgezondheidszorg in een netwerk zit waar dat wel voor elkaar te krijgen is. Heel veel jargonverschillen, heel veel taalverschillen. Kwetsbaarheid kom ik zo op terug.
dat is ook best een kluif om er met z'n allen uit te komen wat je bedoelt. Urgent in de verloskunde is echt een ander urgent dan urgent binnen de gemeente. Urgent binnen de verloskunde is nu, niet morgen, maar nu. En urgent binnen de gemeente kan net iets langer duren. En zo zijn er heel veel van dat soort dingen waar je dan tegenaan loopt als je die sociale verloskunde handen en voeten wilt geven. Kwetsbaarheid in de zwangerschap, een voorbeeld van taal. De gemeente Rotterdam en het Erasmus MC werken echt heel lang samen. Dat is eigenlijk begonnen in 2006. En toch kwamen we erachter dat we kwetsbaarheid in de zwangerschap op een andere manier inkleurden. Dat we daar andere ideeën bij hadden. Een voorbeeld is roken, roken in de zwangerschap. Als op dit moment een zwangere toegeeft dat ze nog rookt, dan zijn er eigenlijk altijd achterliggende problemen. De gezellige roker van 30 jaar geleden heb je niet meer. Roken is een signaal, is een rode vlag. En zo zijn er heel veel dingen die je dan van elkaar moet leren. Wij zijn daarop uitgekomen dat je moet kijken naar risicofactoren, naar beschermende factoren. Dat de vrouw en de zorgverlener er samen over in gesprek gaan. En dat je dan ook een onderscheid kunt maken in zelfredzame zwangeren, kwetsbare zwangeren. Maar er zit ook nog een groep potentieel kwetsbaren, die redden het allemaal, maar er moet niks gebeuren en dan wordt het toch wat moeilijker. Je hebt ook een kleine groep zeer kwetsbare zwangeren die echt heel veel hulp nodig hebben. Ook hulp achter de voordeur. Er zijn verschillende elementen uit de sociale verloskunde. Die zag je natuurlijk al een beetje aankomen door de vragen die we hebben gesteld. Het is heel belangrijk dat je over domeinen en schotten heen werkt. Voor mensen in hun leven is dat gewoon hun leven. En die domeinen en de schotten die wij hebben georganiseerd, daar moeten ze eigenlijk geen last van hebben. Op tijd beginnen. Dus zorg dat je met z'n allen, de GGD en JGZ kan dat doen door voorlichting te geven. Zorgverleners kunnen dat doen door consulten te doen. Dat de gezondheid voor de zwangerschap en de welzijn zo goed mogelijk is. Bij screening, iedereen weet dat denk ik wel, dat aan het begin van de zwangerschap worden ontzettend veel vragen gesteld. Maar die vragen waren in eerste instantie medisch van aard. Maar we hebben onszelf ook moeten leren om niet-medische risicofactoren uit te vragen. Dus toch die vraag te stellen of er schulden waren of er huisvestingsproblemen waren, is niet makkelijk. Maar heel langzaam maar zeker begint dat toch wel gewoonte te worden. En je stelt die vragen om te zorgen dat de juiste professional in het juiste domein met mensen kan zoeken wat er nodig is. Voor mensen uit geboortezorg is de gemeente soms heel lastig, heel complex. Daarvoor zijn lokale zorgpaden en routekaarten ontwikkeld, zodat die verloskundige weet naar welk loket, naar welke organisatie een vrouw verwezen kan worden. En als het nodig is, dat je ook met elkaar overlegt wat de meest geëigende zorg is op dit moment. Ook prioriteren. Een hele belangrijke is inzet van kraamzorg. Dat valt af en toe tussen wal en schip. Maar het bespaart heel veel stress bij de mensen. Het kan voor zelfredzaamheid zorgen. En het bespaart ook nog kosten. En dat laatste zorgt ineens dat we ook weer in onze groep hele andere discussies hebben met gemeenten en ook met zorgverzekeraars. Samen. Verbinden van domeinen. In deze dia zie je drie bollen die elkaar deels overlappen. We zijn ooit begonnen met twee bolletjes, sociaal en medisch. En veel minder, jullie kunnen waarschijnlijk niet lezen wat er staat, maar veel minder groepen die daarbij betrokken zijn. En in de loop van de jaren, zeker nu met Kansrijke Start, is de groep betrokken professionals, domeinen, is steeds meer aan het groeien. En ik kan het niet vaak genoeg herhalen, focus op lokaal. Dat betekent dat alles wat we bedenken of bedacht hebben of ervaren hebben, dat je dat steeds moet aanpassen aan de lokale situatie. En dat ook in die lokale situatie mensen het opnieuw moeten doorleven. Dus gesprekken die eerder zijn gevoerd in Eindhoven, zou je toch in Tilburg ook moeten doorleven. Omdat je hier mogelijk andere partners hebt, een andere samenstelling. In de loop van de jaren zijn er steeds meer nieuwe partners bijgekomen. En we blijven onverwachte uitkomsten hebben of uitkomsten die we niet gelijk snappen. En daar moet je ook open voor staan. Dan is het niet mislukt, wat soms lijkt, dan heeft het anders uitgepakt.
En daarom heb je ook andere maten nodig. Waar we begonnen zijn met babysterfte, vroeggeboorte en laag geboortegewicht, kijken we nu veel meer naar zelfredzaamheid. Kijken we veel meer naar hechting, naar ouderschapsrelaties. Het is ook daarvoor geldt steeds aanpassen. Dit is echt iets wat in het veld gebeurt en niet in een laboratorium. Wat de afgelopen jaren een steeds lastiger, prangende vraag wordt, is de vraag over bereik, aansluiting en toegankelijkheid. We kunnen van alles opzetten, maar bereiken we mensen? Willen ze bereikt worden? Zijn de voorzieningen zo dat ze mensen ook uitnodigen om er gebruik van te maken? En je kan je voorstellen dat voor dit alles geldt dat iedere professional, iedere domein een beetje uit zijn eigen comfortzone moet komen. Je zal toch moeten toelaten dat anderen zich tegen dingen aan bemoeien waar je voorheen alleen verantwoordelijk voor was. Bereiken we alle aanstaande ouders? Binnen Kansrijk Start wordt er heel veel aandacht aan besteed. Ook steeds meer nieuwe inzichten. En dan gaat het echt over vragen als welke ouders maken nu wel of geen gebruik van het aanbod. Ik denk dat iedereen die bezig is met gezondheidsbevorderende activiteiten heel goed weet dat juist de hoger opgeleiden daar gebruik van maken. Maar eigenlijk willen we dat jonge ouders, aanstaande ouders, mensen met jonge kinderen gebruik maken van alles wat er in hun wijk is. En dan moeten we ook kijken wat hun netwerken zijn, wat hun informatiebronnen zijn en wat de grootste barrières zijn. En nog een heleboel andere vragen. In deze dia is een soort tijdpad en daaromheen, wat jullie ook niet allemaal kunnen lezen, maar daaromheen zie je wel hoeveel mensen betrokken zijn rondom een gezin. En dat kan een groot netwerk zijn, een klein netwerk, formeel, informeel, familie, vrienden, professionals. Die kunnen allemaal bijdragen, zolang we aan mensen vragen wat ze nodig hebben. Uit de comfortzone, een filosoof met wie we heel veel samenwerken, Hafez Ismaili, die heeft ook vrouwen in kwetsbare situaties, in echte achterstandssituaties, gevraagd naar hun verwachtingen. En daaruit kwam heel duidelijk dat ze hun verwachtingen bijstellen om het leven draaglijker te maken. En daaruit kwam dus ook heel duidelijk van we kunnen met zorg, ook met preventie, er van alles doen, instoppen. Maar uiteindelijk hebben mensen regie over hun eigen leven nodig. En dan gaat het over betere huisvesting, onderwijs, schuldsanering en zorgen. En dat waren natuurlijk tot 10 jaar geleden in de geboortezorg echt hele grote woorden. Zo van, ja, daar gaan wij toch niet over. Daar mogen wij toch niks over zeggen. Ja, wij moeten ons daar wel over uitspreken als dat zo'n invloed heeft op de uitkomsten waar we direct verantwoordelijk voor zijn. We zijn nu dik 10 jaar bezig. Het programma Kansrijke Start loopt formeel dit jaar ten einde. Iedereen is natuurlijk hartstikke hard aan het werk om dat verder te trekken. En we zijn ook met z'n allen bezig om te kijken van wat is er de komende jaren nodig? Hoe kunnen we de bewustwording voor dit thema, een gezonde start voor alle kinderen in Nederland, in alle gemeentes, in alle wijken, hoe kunnen we dat vasthouden? Ook naar de verkiezingen. Nu landelijk en volgend jaar lokaal, wanneer er weer nieuwe colleges komen. Benut de mogelijkheden en de haakjes die er zijn. Ja, als je ergens tegenaan loopt, kijk om je heen wat er wel kan, met wie je dat samen kan doen. Samenwerking blijvend stimuleren, dat vraagt iets van de professionals zelf, maar ook van hun omgeving, van de leidinggevende, van hoe dingen georganiseerd worden, zodat de uitvoerend professional gewoon zijn werk kan doen. En dat is iets waar we heel vaak horen dat mensen wel willen, maar dat allerlei regels en gebrek aan randvoorwaarden dat soms heel erg moeilijk maken. Aandacht voor die samenwerking, dat moet onderdeel worden van de opleiding. En het mooiste zou zijn dat je veel vaker samen zou opleiden. Dus dat je in de opleiding bijvoorbeeld als verloskundige al deels samen optrekt met mensen die sociale opleidingen volgen. Dat geldt natuurlijk ook voor de onderdeel worden van akkoorden. Er zijn allerlei akkoorden, preventieakkoorden, coalitieakkoorden. Kijk steeds ook naar die allerjongste kinderen en naar hun ouders in de periode dat ze nog aanstaande ouder zijn. Geld blijft een ding.
Dus inbidden in akkoorden zou je eigenlijk ook moeten vertalen, inbidden in beleid en in financiering. En op die manier met elkaar dit onderwerp vast te houden en verder te brengen. In de loop van de jaren, en we zijn nu 10 jaar bezig, is een hele belangrijke dia geworden die er nu staat. Uiteindelijk valt of staat het met elkaar erkennen, kennen, erkennen, vertrouwen, samenwerken. En je ook realiseren dat je hoeft, maar eigenlijk zou je moeten zeggen, je moet niet alles zelf willen doen. Een verloskundige weet onvoldoende van schuldhulpverlening. Andere mensen weten dat veel beter. Doe dat samen. En voel je niet verantwoordelijk voor de dingen waar je zelf onvoldoende kennis en deskundigheid van hebt. Maar zoek die ander op. Dus ja, hier valt of staat het mee. En aan het einde komen we daar ook nog op terug. En uiteindelijk alles ja, voor gewoon kinderen die gezellig om zich heen kruipen. En allemaal een goede start hebben. Dankjewel. Oké. Dankjewel, Atja. Een hele mooie inkijk in hoe het nu al 10 jaar in Rotterdam aan het werk is, zeg maar. En ook hoe we het straks kunnen gaan borgen, is denk ik heel belangrijk, hè? Om echt effecten te kunnen zien. Wat ik daarnet, we gaan zo meteen door met de volgende spreker. Wat ik daarnet nog niet gezegd heb, is dat we een moderator hebben voor de vragen in de chat. En dat we na elke spreker 1 of 2 informatieve vragen hebben. Die we wel even kunnen beantwoorden. Maar de andere vragen komen straks allemaal aan bod in de discussie. En de moderator is Jolanda Matthijssen. Die zit hier aan de overkant. Maar dat is dus straks, als alle sprekers geweest zijn, dan hopen we zoveel mogelijk vragen in de discussie aan de orde te laten komen. Voor nu zie ik in elk geval 1 vraag van of de presentaties doorgestuurd worden. Dat proberen wij altijd te doen. Die komen op de website van Transo te staan, als de sprekers daarmee instemmen. Dat is, en een andere informatieve vraag is, denk ik, waar de data over vroeggeboorte per gemeente terug te vinden zijn. Zijn die ergens centraal terug te vinden, Atja? Ja. De kaartjes waar we ooit mee begonnen zijn, dat was echt heel erg veel handwerk. En sinds vorig jaar kun je op waar staat je gemeente. En daar heb je, ze noemen dat tegels, de tegelgezondheid. En als je dat aanklikt, helemaal onder aan de pagina staan perinatale kerngegevens, zoals dat genoemd wordt. En dan kun je per gemeente sterfte en vroeggeboorte en laaggeboortegewicht. Nou, mooi. Dat duidelijk. Dus op de website, waar staat je gemeente? En dan helemaal onderaan. Oké, volgens mij zijn dit nu even de belangrijkste informatie.